Dat ik dan weer andere stappen moet gaan zetten. Dan komen ze met de macht. En die ga ik ook doen. En dat is de enige redmiddel wat ze en dat hebben. En dat is niet waar we zitten te wachten. Maar ik moet ook nog andere belangen meewegen. Zoals? En, ik vraag maar zoals? Ja, dat de bedrijven die hier in de buurt zitten. Ja, maar nou ja, laten we over die bedrijven hem die hier in de buurt zitten. Die bedrijven kunnen allemaal achterlaten. Die bedrijven die kunnen alle kanten op. Ze werken gewoon door. Ze worden nergens verantwoordelijk voor gehouden. Het is ook uw gemeente, hè? Ja. En waar moet ik ze verantwoordelijk voor houden voor... Over net zoveel stikstofuitstoot, over meer stikstofuitstoot als de landbouw. Dan laten we kopen de bevoegdheden van de provincie. Wij geven de vergunning niet af voor die bedrijven. Nou, laat de provincie dan hier in de toekomst proberen de blokkade te beëindigen. Nou, ik ben nu verantwoordelijk hier voor de openbare orde en veiligheid. En ook de doorstroming van het verkeer. Dus vanuit die verantwoordelijkheid, maar met alle begrip... Voor jullie standpunten vraag ik jullie, jongens, jullie hebben je punt goed gemaakt. En het is mooi. Ik heb respect voor dat zelf gekomen. Jij bent er niet. Want dat is beter als een jongen sturen. Jawel. Daar heb ik wel begrip voor. Maar we zijn allemaal jong begonnen. Ja, dat is ook zo, dat klopt. Maar dat betekent nog niet dat we gelijk. Als een stelletje maken staat naar het hek lopen met naar huis gaan. Half drie. En als dat niet gebeurt, dan ga ik een volgende stap zetten. Ja. Dus weet dat. Ja. Dat doe ik liever niet. Maar dan komt er een verwijderingsbevel en dan praten we met hele andere dingen. Ja. Ik snap nu ook dat wij een beetje dat gevoel krijgen als domme schooljongens. We wonen hier een paar dagen staan totdat u zegt van nou is klaar. Jongens, het is lang genoeg geduurd. Zo doen we het dan weer op. Hoe staat u er tegenover dat wij hier staan? Hoe staat u nou hier tegenover? Ik vind dat jullie terecht opkomen voor jullie toekomst. Ik vind de kabinetsplannen niet goed. Zeg ik gewoon. Dat vind ik onze gemeenteraad ook. Unaniem, hè? Ja, unaniem. Er zijn meer gemeentes hier. We zijn ook blij met het besluit van de provincie om die kaart van tafel te leggen. Ja, maar gaat dat door? Ze zijn er van plan, maar hoe gaat dat ingevuld worden? Dat is wel zekerheid. Dat vind ik wel belangrijk om te horen wat jullie onze gemeenteraad vertellen. Want die moeten het ook weer doorvertellen naar hun partijgenoten in Den Haag. Ja. Want dat is belangrijk. Van onderop moet die druk komen. Die lust het ook. Dat hebben ze al gedaan. Ze hebben al prima opgestuurd. Alles al gedaan. Voor allemaal genegeerd. Hoe dan ook. Ik vraag jullie om weg te gaan. Als dat niet gebeurt, dan komt er een verwijderingsbevel. Een verwijderingsbevel is onmiddellijk van kracht. En die gaat straks in. Dus... Dat is nou precies hetzelfde wat Den Haag ons plicht. Maar nou zonder gekken, hoe vaak wil je dan dat we hier weer terugkomen? Want dat zal nou dan wezen van ja goed, het wordt echt niet minder hoor. Ik vraag jullie om nu te vertrekken. Als dat niet gebeurt, dan zal ik via een verwijderingsbevel. Nou, dat is niet, dus de macht die ze nog hebben. Dat gaan doen. Dus ik doe het liever niet. Van mij moet dat niemand willen toch? Wij hebben niks te verliezen. Niet meer. Wij staan hier niet voor meer geld, hè? Wij staan hier alleen voor ons bestaan. Ik vraag maar wat staat er dan te gebeuren? Wat moeten we ons voorbereiden dan? Op kogels, op wapenstokken? Hoe moeten we ons verdedigen dan? Ik neem jullie boodschap mee naar de plekken waar ik het kan uitdragen. Ik heb het gisteren bij TV Drenthe gedaan. Diep treurig dat het bij het zoveel nog komt. Dan staat er ook allemaal helemaal niks voor dat je er toch een goed gedaan. Nogmaals, ik verzoek u vriendelijk om hiermee te stoppen, weg te gaan. En als dat niet het geval is, dan gaat er zo direct een verwijderingsbevel in. Meneer, dat hele asielbeleid, dat is zo ziek als wat. Als u daar meer paal en perken stelt, dan is in de kortste keer het hele woningprobleem opgelost. Daarvoor gaan we boeren nog praten. Nou, rustig weg, zo direct. Ja, dit is het juiste beeld. Waar moet ik heen dan? We zijn het zat. Ik zit in uw gemeente. Ik ben 22, ik heb geen huis, ik heb geen toekomst, ik heb geen inkomen. Ik krijg geen huiskoop. Wat heb ik te verliezen dan? Laat ze maar komen. Helemaal niks. Laat ze maar komen. Maak als provincie Drenthe vandaag een statement. Laat Nederland zien hoe groot Drenthe is. Ja. En laat ze vandaag pontificaal achter de boeren uit gaan staan. En zeggen van, het houdt vandaag op. Want je hebt zo'n praatjes, dan zegt u de boer dit en we zijn het met jullie eens. Maar als ik vraag van, probeer dat eens bij de provincie voor elkaar te krijgen. Dan draai je om en ja, ik ga naar huis. Wat ik van jullie vraag is om die demonstratie dan ergens in het houden waar het geen blokkade geeft. Ja, dat heb ik daar hebben we toch mee begonnen? Daar hebben we 2 jaar lang gedaan. En dan de media die bedraagt alles en dan neemt het helemaal van elkaar. Oh.
En wij steunen de boeren en wij. De burger. En de Hollandse boeren, die kunnen nog geen boterham verdienen aan heel de varkensvlees. De diepte is nog goedkoper, nog meer uitgebreid, nog meer uitgebreid. Ja, jij ook. Ja, mooi om dat te zeggen. Ja, dat zijn elkaar indenken, moet je af en toe. Zijn elkaar indenken. Ja. Ik ben niet onderweg gewist. Oh, nou, dat is goed. Dan wens ik je nog een prettige dag. Ja, maar we gaan toch wel een Nou, we staan hier omdat Atero is dus een vuilverbrander met geen voldoende vergunning voor de hoeveelheid stikstofuitstoot die hij heeft. En daarnaast wordt er ook nog eens een heleboel afval uit het buitenland gehaald om hier te verbranden, wat dus eigenlijk buitenlandse stikstof is. Terwijl wij daarentegen en een vergunning moeten hebben en nu 47 of 70 of 35% moeten gaan reduceren. Wat ten eerste al een totaal onhaalbaar doel is. Dus dit trekt een beetje scheve gezichten wat hier aan de hand is nu. En daarom staan we hier. Ja. Jij zegt onderhandelingen. Met wie is dat? Met een commandant ter plaatse hier of via de telefoon? Hoe nee, werkt met, dat? Met een commandant ter plaatse hier. Commandant ter plaatse? Ja, okay. Ja, of het commandant is. Iemand die de leiding heeft. Ja. 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 En wat is er tot op heden afgesproken? Wat, nou, dat het rustig moet verlopen en dat er geen escalatie moet zijn. Nou, en daar zijn wij ook helemaal niet op uit. Nee. Nee, dat is wat er in Heerenveen gebeurd is, dat is verschrikkelijk. En daar moeten we het koste wat kost zien te voorkomen natuurlijk. Ja. De hele agrarische sector, alle boeren, we zijn helemaal niet uit op escalatie. We zijn gewoon puur uit om dit plan van tafel te krijgen. Ja. En een toekomstperspectief te vinden. De sfeer, het gesprek met de politie, wat kun je daarvan zeggen? Gemoedelijk. Gemoedelijk? Ja. Ze staan niet te trappelen om in te grijpen? Nee. Nee. Okay. Nee. Maar dat zal ook alles te maken hebben met wat er in Heerenveen gebeurd is. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Wat zijn de afspraken tot nu toe? Wat heb je kunnen afspreken? De afspraken heb ik niet gemaakt. Oké, okay. Wat zijn de afspraken die er gemaakt zijn? Ja, dat... Om half zes wordt er dan weer opnieuw overleg gepleegd. Oké, okay, dan wordt er overleg gepleegd. Ja. Oké, okay, mooi. Het verzoek van ons was om hier... Maar ik ga even ik ga even dat ding op jou richten. Ja. Ja, zeg het eens. Nee, het verzoek is ingediend om hier tot 8:00 te mogen blijven staan. Oké. Okay. Nou ja, goed. Daar is overleg over geweest en... het is nou... Eerst weer tot half zes. Half zes wordt er weer opnieuw gepraat. En dan is weer afwachten wat daar weer uitkomt. Ja. De boeren hier, die moeten verdwijnen omdat ze te veel stikstof uitstoten. Die boeren hebben allemaal een vergunning. Atero, die zit hiernaast. Haalt buitenlands spul hierheen, verbrandt het, stoot hier de stikstof uit, gigantisch veel stikstof. Heeft geen vergunning. Geen vergunning? Geen vergunning daarvoor. En dat is het grootste... Daar wringt het heel erg voor jullie, hè? Ja. Er is helemaal geen stikstof over, geen stikstofprobleem. Okay. Ik bedoel, er wordt maar in de wereld gegooid dat het slecht gaat met die natuur en dat er veel stikstof in komt. Ja. Op neerslaat. Maar wie bepaalt wat is de staat van de natuur? Ja. Hey? Wat is natuur überhaupt? Als jij zegt, nou zeg, want we zijn al voor het vijfde jaar stoot de landbouw minder stikstof uit. Ieder jaar maar weer opnieuw. Waarom moet dan alleen de landbouw zo keihard aangepakt worden? Stel dat je in 70% gebied zit. Ja. Wat is jouw bedrijf op dat moment nog waard? Er is toch niemand die dat bedrijf overnemen wil? Ja. Dus je hebt ook, nou zeg, dan komt de bank wel op een stoep. Ja. Is dat al gebeurd, dat jij weet? De eerste brieven die zijn de deur uit. Ik weet toevallig van één, die moet 1 september. En die andere bank zoeken.
Zo? Ja. Met grond waar nu dus zo'n claim op ligt van de overheid, want zo kun je het wel stellen. Ja. Maar zegt, je onderpand is niks meer waard. Ja. Dus gewoon de risico's voor de banken worden gewoon te groot. Ja. En dan krijgen we straks, ik zal maar zeggen, die Deense toestand. Ja. Vertel eens, Deense toestanden, voor de mensen die daar niks van weten. Nou, dat is in het verleden dus ook gebeurd. Hè. Daar zijn gewoon boeren geweest, die hebben gewoon de sleutel bij de bank ingeleverd. Ja. Ja, hadden helemaal niks meer.